Groot of klein, met of zonder kluit, mooi van kleur en naaldbehoudend. De Dordtse consument wil wel wat moois in huis. Hij moet er een beetje soepel uitzien. Die zijn in mijn ogen een beetje stug. Dit doet mij denken aan een echte kerstboom. Maar niet alle sparren vinden zo een warme huiskamer. Een restpartij kerstbomen heeft een heel ander lot. Ja, er zijn bomen inderdaad die uiteindelijk overblijven, die niemand wil hebben, ja. En wat doen jullie daarmee dan? Nou, uiteindelijk gaan die, als echt niemand hem wil hebben, dan gaan die door de versnipperaar heen. Ach, gossie. Ja, zielig, hè? Ja. Is het nou niet een idee om de zieligerts die overblijven toch een mooi einde te bieden? Nou, ik begreep dat er verschillende initiatieven zijn in Nederland die bomen die de gemiddelde klant niet wil hebben aan minima geven. Wat vindt u ervan? Nou, dat vind ik een goed initiatief. Het is wel een goed idee om het te doen. Bent u er blij mee als de kerstbomen die de tuinscentra niet meer kunnen verkopen omdat ze kwalitatief niet goed genoeg bevonden worden aan de voedselbank gedoneerd worden? Nou, op zichzelf is het natuurlijk leuk als de voedselbankklanten iets krijgen, ook kerstbomen, dat is hartstikke mooi. Maar ik vind wel dat het wel enige kwaliteit moet hebben. Dat streven met de voedselpakketten ook na. Het is niet zo dat je alles wat eigenlijk echt afgedankt is of kwalitatief echt slecht, dat we daarmee de klanten van de voedselbank blij kunnen maken. Dus ja, de ene boom is natuurlijk mooier dan de ander. Dus ik weet niet precies wat voor criteria de handelaren hanteren. Maar het moet er wel uitzien, vind ik. Ook of misschien wel juist voor onze klanten.